Have you seen the old man in the clothes on my head, picking up the pails with his worn-out shoes? In his eyes you see no pride, and a loosely at a sigh. Yesterday's paper selling, yesterday's news. We zijn hier bij het Oogstfeest. Gagelstede bestaat 45 jaar. Waarom dit feestje? Nou, wij hebben elk jaar een feest om het einde van het seizoen te vieren. Dat we de oogst binnengehaald hebben. Dat het weer een mooi seizoen is geweest. En dat vieren we elk jaar met een oogstfeest. En dit jaar is het een extra speciaal feest, want we bestaan 45 jaar. 45 jaar is er al een kinderboerderij op deze plek. En die heeft allerlei verschillende vormen gehad. Sommige mensen kennen nog wel de bouwspeeltuin, de grote vijver met de eenden die er was. En inmiddels heeft het de vijver is gedempt en er is nu weer een vijver teruggekomen. En vandaag hebben we daar allemaal mooie skeltes neergezet. Maar het is wel mooi om te weten dat de gebouwtjes nog steeds hetzelfde zijn. Ook al vloeken we daar in de winter wel eens op, omdat het toch wel wat kouder wordt in de winter. Maar daarin is het wel mooi om te zien dat zo'n plek blijft bestaan. En dat je een goed podium kan blijven voor de wijk. En dat is de belangrijke functie die wij hebben. En wist niet wat er komt. Wat maakt deze plek zo bijzonder voor de bewoners van Overvecht? Nou ja, dat is een kinderboerderij is denk ik gewoon sowieso een bijzondere plek in de wijk. Omdat je daar laagdrempelig naartoe kan. Je hoeft niet door een deur heen, je bent buiten. De kinderen gaan even lekker naar buiten. Ouders vinden het altijd leuk om de boerderijdieren met hun kinderen te bespreken. Dat is ook de reden waarom we met de samenwerking met het Nijntje Museum hebben. Met de speurtocht rond het Nijntje verhaal. Dat blijft toch iets waar je als ouder met jonge kinderen naar op zoek gaat. Van wat kan ik gaan doen met mijn kind? Wat is het eerste uitstapje? Het eerste uitstapje met een kind is meestal naar de kinderboerderij. En dat is toch wel een van de belangrijke functies die we hier hebben. She told me she worked in the morning and started to laugh. I told her I didn't and called to sleep in the hall. Wat biedt de voedseltuin de bewoners? Een fantastische, rustige plek waar je samen met je buren heerlijke groenten kan verbouwen. Waar je lekker kan kletsen, waar je lol kan maken, waar we veel vieren. Waar we mooie activiteiten hebben, zoals een lunchpauzeconcert in de zomer of een winterfeest en dit oogstfeest. Doen we aan mee. Ja, het is van alles. Ja, het klinkt als een oase. Ja, maar dat is het ook. Ja, ja. Dus ja, het is een oase in Overvecht. Deze plek sowieso is een oase in Overvecht. Als er nou een bewoner is, hè, die woont 10 hoog en die kijkt naar beneden en die denkt ik wil meedoen. Kan dat? Ja, gewoon langskomen. Doen wij niet moeilijk over. Daarnaast is het gewoon een heerlijke plek om lekker groen buiten te kunnen zijn. Lekker in de hangmat te kunnen liggen. We hebben hier heel veel mensen die ook stelletjes die of een eerste date hebben. En kom, we gaan lekker wandelen in het park. Oh, we gaan even naar de kinderboerderij toe. Dat is toch een ijsbreker, toch een manier om... Ja, je raakt in gesprek met mensen op een andere manier. En je praat met mensen over de dieren. En ondertussen praat je met elkaar. En dan maakt het niet uit met wie je praat. Dus dat is ook altijd weer een hele fijne manier om in contact te komen met elkaar. Is zo'n tuin zoals dit belangrijk voor de wijk? Zeker, ik vind het wel. Ik vind het sowieso heel belangrijk dat kinderen die in de stad leven ook... toch dichtbij iets hebben om in aanraking te komen met de natuur. En toch te weten hoe een dier eruit ziet en voelt. Het is gewoon een pareltje voor Overvecht. Zeker, het is echt een ontmoetingsplek voor alle mensen die hier wonen. Ik zie ook heel verschillend publiek altijd, dus dat is hartstikke leuk. Hoe kunnen de wijkbewoners u bereiken? Ja, inmiddels is de boerderij een onderdeel van een stichting, Stichting Utrecht Natuurlijk. Dus we hebben onze eigen website www.utrechtnatuurlijk.nl. Hey, kijk! Geitje aai bij buren. Zal ik in de hoge bomen staan? Ik was een kind en wist niet beter. Dan dat het nooit voorbij zal gaan.